aangeschoven is Colin. En Colin die heeft iets heel bijzonders, dat weten we. Colin die vindt het heel belangrijk dat er AED's in Leiden zijn. En ja, laten we eigenlijk bij het begin beginnen. Suzette en ik willen heel graag van Colin nog een keer weten. Wat is ook weer een AED? Een AED is een apparaat. Als iemand een hartstilstand krijgt of inderdaad hartfalen krijgt, dan kan het apparaat het hart weer goed op gang brengen, waardoor een overlevingskans tijdens zo'n storing verhoogd wordt. En jij bent een crowdfundingsactie gestart. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Over de crowdfundingsactie of voor de AED's? Ja, nee, werd al bij de intro gezegd inderdaad dat ik het heel erg belangrijk vind. Maar kennelijk niet alleen ik, maar heel veel andere mensen. We hebben een crowdfunding gedaan voor een AED aan te schaffen in een plek in het centrum van Leiden, waar dus inderdaad er nog een beetje een zwarte vlek in zit, waar het niet goed gedekt is. Binnen 20 uur hebben we €2700 bij elkaar verzameld, waardoor die AED ook meteen is aangeschaft en vandaag ook inderdaad aangesloten is op het vrijwilligersnetwerk, waarbij dus mensen die zich als reanimatievrijwilliger inderdaad hebben geregistreerd heel snel naar die AED kunnen komen en die kunnen gebruiken tijdens een situatie. En waarom is het zo belangrijk dat die AED's er ook in het centrum zijn? Het is vooral belangrijk dat ze zichtbaar zijn. Er zijn er al heel erg veel in het centrum. Alleen niet alle AED's zijn geregistreerd op het netwerk wat wordt verzorgd door de Hartstichting en hartslagnu.nl. Maar er zijn nog heel veel bedrijven, particulieren die ook zo'n apparaat in de stad hebben, maar nog niet hebben geregistreerd. En bovendien, buiten de stad zijn er ook op dit moment heel veel crowdfundingsacties bezig. Dus het houdt niet alleen op bij deze crowdfunding. Ik denk dat je ook inderdaad op de website kan je heel makkelijk zien van de Hartstichting dat er voor de stad nog steeds heel erg veel geld wordt verzameld om AED's aan te sluiten. Nou denk ik meteen, stel nou dat er een noodgeval is, hoe weet je dan waar die dingen hangen? Want je zegt het zelf al, als ik door de stad loop, ik zie ze niet echt overal hangen, zeg maar. Nee, dat klopt absoluut. Er zijn in de stad gemiddeld zo'n 500 vrijwilligers. Die lopen rond, die hebben een app. En op het moment dat er inderdaad in een omgeving een situatie is dat de reanimatie moet uitgevoerd worden, dan wordt er via die app worden de mensen benaderd die gewoon zo dicht mogelijk bij de locatie zijn. En jij bent ook een van die vrijwilligers, ja, neem ik aan. Ja. Ben je ook wel eens in actie moeten komen? Ja. En hoe gaat het dan in zijn werk? Ga jij dan naar een winkel toe waar zo'n ding hangt en dan haal je hem van de muur en dan ga je proberen om die persoon te redden? Het systeem werkt met twee schalen eigenlijk. Alle vrijwilligers binnen 400 meter, die worden opgeroepen om naar de locatie te gaan. Mensen die binnen 800 meter zijn, die worden opgeroepen om een AED zo snel mogelijk naar de locatie te brengen. Dus de reanimatie wordt heel snel op gang gebracht en de AED wordt heel snel naar de locatie gebracht. Maar stel nou dat er dus inderdaad een noodsituatie is, ja, en je ziet zoiets, je ziet een AED. Zou iemand dan dat zelf kunnen gebruiken? In principe is een AED zo ontwikkeld dat iedereen het zou kunnen gebruiken. Maar er zijn op dit moment zo ontzettend veel vrijwilligers in ieder geval. Die weten altijd gewoon met zo'n apparaat om te gaan. Die hebben hier een opleiding voor gehad. Bij een EHBO-cursus heb je altijd een reanimatiecursus. En er hoort ook automatisch het bedienen van een AED bij. Maar is dat dan eigenlijk niet gewoon veel handiger als iedereen zou weten hoe dat werkt? Ja, absoluut. Daar ben ik meteen voor inderdaad. Dat zal heel fijn zijn. Maar ja, iedereen kan gewoon ook een training volgen natuurlijk inderdaad. Een EHBO-cursus. Dus ja, het zou heel fijn zijn als er nog meer mensen inderdaad beschikbaar zijn. En wanneer zag je nou eigenlijk het belang van dat er overal een AED zou moeten zijn? De app zelf vind ik heel erg goed in elkaar gezet. Van hartslag.nu, hartslagnu.nl, sorry. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Ik heb één keer meegemaakt dat ik thuis aan het werk was achter de computer. En twee huizen verderop zat iemand met een hartdefibrillatie. Dus waarbij het hart dus inderdaad niet meer goed functioneerde en de reanimatie nodig was. En dan zat ik op dat moment gewoon vrolijk inderdaad op mijn laptop te werken. En ik had het niet in de gaten. Ik wist het niet. En dan weet je inderdaad dat zo'n app gewoon zo ontzettend belangrijk is. En onze ambulances in Leiden zijn heel erg snel te plaatsen. Altijd alle hulpdiensten zijn ook allemaal heel snel aanwezig. Maar in zo'n situatie bijvoorbeeld is het gewoon, ben je altijd sneller als de ambulance. En elke seconde telt in dit soort gevallen. En wat voor plekken in Leiden zou nog een goed voorbeeld zijn waar er nog meer zouden kunnen hangen? Het goed, dus op zich
is denk ik de dekking is redelijk goed in orde. Maar het is wel belangrijk dat in ieder geval iedereen die een AED heeft of op een werkplek een AED heeft, dat ze ervoor gaan zorgen dat dat ding bekend is op het netwerk inderdaad van hartslagnu.nl of van de Hartstichting. Zodat we inderdaad een duidelijke inventarisatie kunnen maken inderdaad of er nog gaten te vullen zijn. Nou vroeg ik me af, er hangen dus heel veel van die defibrillatoren in die AED's in Leiden. Mm-hmm. Toch vond jij het nodig om er in jouw café ook één op te hangen. Waarom? Dat is omdat ik de wijk toevallig goed ken. En ik weet inderdaad dat daar in de avonduren bijvoorbeeld inderdaad het AED heel moeilijk bereikbaar is. Er hangt bijvoorbeeld inderdaad in de Hooglandse Kerk hangt een AED. Bij de bibliotheek hangt er een AED. Bij de bakkerij op de Oude Vest hangt er eentje. Maar die zijn overdag geopend, maar 's avonds gesloten. Dus dat betekent dat die niet bereikbaar zijn. Zodoende vullen wij eigenlijk de nachtelijke uurtjes daarmee op. En betekent dat dan dat als er zo'n alarm afgaat, dat iedereen naar jouw café rent, de AED van de muur rukt en iemand gaat redden? Of? Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ja. Er zit wel een pincode op en er zit veilig in een kast. Dus mensen krijgen vanzelf een pincode als ze dat, dus die AED kan ophalen. Nou, ik denk dat het hartstikke goed is dat u zich hier zo mee bezighoudt. Waar komen er nou nu nog meer? Nou, sowieso in de wijk van waar ook de twee spiegels zitten, daar kan nog eentje bij komen sowieso. Dan hebben we dat gedeelte gewoon goed gedekt. In de Pieterswijk bijvoorbeeld kan er ook nog wat AED's bij komen. En vooral ook inderdaad in de buitencentrum. Er zijn nog genoeg locaties in ieder geval. En er zijn ook crowdfunding acties voor bezig. Wil je inderdaad ook een donatie doen daarvoor, dan kan dat gewoon via de website van buurtaed.nl. En dan kan je op postcode zoeken waar de crowdfunding acties op dit moment lopen. En als mensen nou nog meer informatie willen, kunnen ze dan in jouw café jou aanspreken en zeggen: joh Colin, ik heb je op Sleutelstad gezien en gehoord. Ja. Hoe kan ik meehelpen? Absoluut. Altijd welkom. Ze mogen me altijd benaderen. Of via Facebook bijvoorbeeld, of via de website van de Twee Spiegels. Ik sta er altijd open voor. Absoluut.